Hoe lang nog voordat er een nieuwe koude oorlog uitbreekt? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe lang nog voor er een koude oorlog uitbreekt? Nou, er zijn mensen die beweren dat is een hele domme vraag. Want we zitten al lang in een nieuwe koude oorlog. Het heeft alles te maken vanzelfsprekend met oplopende spanningen tussen Oost en West. Zoals wij dat tijdens de Koude Oorlog noemden. Er is niet zo heel veel veranderd. Het gaat nog steeds om oplopende spanningen tussen aan de ene kant Rusland. En aan de andere kant West-Europa. Heel Europa wellicht. En de Verenigde Staten. Voor de goede orde. Het overwegend deel van de Russen vindt dat Rusland bij Europa hoort, vanzelfsprekend. Dus als ik aan Europa refereer, betekent dat niet dat ik de Russen daar per se van uitsluit of buitensluit. Hoe kijken de Russen naar de wereld? Hoe kijkt de politieke leiding naar de wereld? Nou, het eerste wat we moeten vaststellen is dat het een hele belangrijke vraag is. Niet alleen voor degenen die toevallig geïnteresseerd zijn in Rusland, maar omdat u geen één mondiaal probleem kunt noemen. Waar je voor een oplossing, een effectieve aanpak, niet Rusland nodig hebt. Anders geformuleerd, Rusland speelt in alle mondiale problemen, althans bij de oplossing daarvan, een hele belangrijke rol. Dat kan ook natuurlijk niet anders, want het land beslaat nog steeds 1/6 van de aardkloot. Er zijn weinig problemen waar Rusland niet zelf direct mee te maken heeft. En waarin het dus ook geen bijdrage levert aan een effectieve aanpak daarvan. Een aantal voorbeelden. Er zijn weinig conflicthaarden in de wereld die zich niet afspelen aan de grenzen van Rusland. In het Midden-Oosten, in Centraal-Azië, Afghanistan, Oost-Europa, Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland wellicht. Veel van de brandhaarden in de wereld bevinden zich aan de grens van Rusland. Rusland bemoeit zich daarmee. Op effectieve wijze of niet effectieve wijze, op positief of negatief, dat doet er nou niet toe. Rusland speelt daarin een rol. Terrorisme. Rusland heeft een belangrijke rol gespeeld in de oorlog in Afghanistan tegen Al-Qaeda door de Amerikanen en hun bondgenoten. De toekomst van de internationale rechtsorde, of überhaupt de toekomst van de internationale orde, Wereldbank, IMF, de Verenigde Naties, in al die internationale organisaties speelt Rusland een rol. Rusland gaat mede over de toekomst van die organisaties. Wat dacht u van de toekomst van de Europese Unie? Rusland is weliswaar geen lid van de Unie. Dat is maar goed ook, denk ik. Maar Rusland heeft wel invloed op hoe die Unie zich ontwikkelt. Wij delen een continent met Rusland. Wij delen een continent met de Russische Federatie. Nou, en ook allerlei andere vraagstukken. Het watervraagstuk, het energievraagstuk van de toekomst. Het milieuvraagstuk, het energievraagstuk in het algemeen. In al die problemen speelt Rusland een hele belangrijke rol. Dus het doet er wel degelijk toe hoe de Russen en hun leiders naar de wereldpolitiek kijken. En hoe ze hun buitenlands beleid vormgeven. Nou, over het buitenlands beleid van Rusland, daar kun je natuurlijk heel lang over spreken. Alleen al omdat Rusland twee presidenten heeft gehad die nogal een verschillend buitenlands beleid voorstonden. Dat komt omdat het maar zeer beperkt gaat om wie feitelijk de macht in handen heeft. Buitenlands beleid, zou ik willen beweren, is altijd een combinatie van twee factoren. Aan de ene kant binnenlandse factoren. Welke macht heeft een staat om een effectief en desnoods een agressief of een assertief buitenlands beleid te voeren? En de tweede reeks van factoren is de internationale situatie. Maakt natuurlijk heel veel uit, laten we Rusland als voorbeeld nemen, het maakt heel veel uit hoe sterk Amerika is, hoe sterk China is, hoe sterk de Europese Unie is. Zij bepalen tot op zekere hoogte de speelruimte van Rusland. Nou, als je die twee factoren bij elkaar neemt, de binnenlandse machtsfactoren en de internationale omgeving, dan zie je een enorm verschil tussen de Yeltsin-tijd en de Poetin-tijd. Ook als Poetin een totale randdebiel zou zijn geweest, dan nog had hij een ander buitenlands beleid gevoerd dan Yeltsin. Omdat de situatie veel voordeliger, veel gunstiger was voor Rusland. Toen Yeltsin president was, lag Rusland in feite op zijn achterste. Chaos, anarchie, de Yeltsin-leiding was weinig populair. Uiteindelijk moest Yeltsin zijn huid verkopen aan de oligarchen.
Er waren met andere woorden weinig binnenlandse machtsmiddelen die hem in staat stelden om een assertief buitenlands beleid te voeren. Kijk naar de internationale omgeving. We hebben het hier over de jaren 90, begin van de jaren 2000. Amerika en Europa had sterk het idee dat ze de Koude Oorlog hadden gewonnen. En niet geheel ten onrechte hadden wij dat idee. Amerika bevond zich in een stemming van triomf, zo niet van hubris, van overmoed. Nou, in die internationale omgeving had Rusland weinig te vertellen. Rusland was een land dat letterlijk in een paar jaar tijd van een supermacht was gedegenereerd tot een bedelaar. Vergelijk dit nou eens met de Poetin-jaren. Een populaire leider in Rusland zelf. Een leider die erin slaagde om de macht van Moskou over dat gigantische rijk te herstellen, althans in belangrijke mate te herstellen. En bovendien iemand die het enorme geluk had dat de olieprijzen razendsnel stegen. Ik durf de bewering wel aan, waarom ook niet, hij is toch totaal counterfactual. Mocht Gorbachev een olieprijs hebben gehad die uiteindelijk hetzelfde niveau bereikte als de olieprijs onder Poetin, dan zou de Sovjet-Unie nu nog hebben bestaan. Gorbachev had te maken, net als Jeltsin, met een totaal andere werkelijkheid. Poetin had het geluk aan zijn kant. In het land zelf, maar ook internationaal. We spreken over de jaren 2000, 2010. Amerika was vastgelopen in twee conflicten die het eigenlijk kon winnen nog verliezen. Afghanistan en Irak. De Europese Unie was volledig naar binnen gekeerd. Worstelde met de eurozone-crisis. Nou, in die context kon Rusland een redelijk assertief, ondernemend buitenlands beleid voeren onder Vladimir Poetin. Nou, hoe ziet dat eruit? Hoe kijkt Poetin naar de buitenwereld? Poetin heeft een hele, zouden politicologen zeggen, een hele realistische kijk op de wereldpolitiek. Een Hobbesiaanse kijk op de wereldpolitiek, naar Thomas Hobbes, de Engelse filosoof uit de 17e eeuw, politiek filosoof uit de 17e eeuw, die ooit eens een keer heeft vastgesteld: de natuurtoestand van de mensheid is oorlog. In de internationale politiek is de natuurtoestand oorlog. Iedere staat heeft eigenlijk maar één optie. Dat is totale machtsmaximalisering. Zo sterk mogelijk worden. That's it. Zo kijken de Russen naar de wereldpolitiek. Er zijn twee dingen die Poetin in die wereldpolitiek met name voor ogen staan. Aan de ene kant een wereld waarin geen enkele mogendheid absoluut dominant is. Geen supermogendheden zoals de Verenigde Staten in de jaren 90. Nee, wat hij nastreeft is een multipolaire wereld. En één van die polen is Rusland. En Rusland, dat is het tweede uitgangspunt van Poetins beleid, Rusland moet soeverein zijn. Ontzettend belangrijk begrip in de Russische politieke discussie. Discussie over de wereldpolitiek. Soeverein, dat betekent zoveel als wij moeten onkwetsbaar zijn voor al diegenen die proberen onze binnenlandse politieke orde te veranderen. Geen democratiebevordering, geen kleurenrevoluties, niets. Niemand moet zo sterk zijn dat ze ons kunnen vertellen hoe we wel of niet over ons eigen land moeten regeren. En soevereiniteit betekent ook, wij moeten in de internationale politiek speelruimte hebben. Niemand schrijft ons voor wat wij wel of niet moeten doen. Dat is soevereiniteit in de internationale politiek. Nou, als je dat tot je laat doordringen, dan realiseer je onmiddellijk hoe ontzettend ingewikkeld het is voor Rusland aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant om een soort Europese veiligheidsarchitectuur te bouwen. We delen het continent met Rusland, maar in feite komen we uit verschillende eeuwen. Ik heb het niet zelf verzonnen. Een Amerikaanse publicist heeft het ooit geschreven. Rusland is een typische conservatieve 19e eeuwse macht. En de Europese Unie is een postmoderne mogendheid die vooral bestaat bij de gratie van het delen van soevereiniteit. Absolute soevereiniteit aan de ene kant, het delen van soevereiniteit aan de andere kant. Nou, probeer dat maar eens met elkaar in evenwicht te brengen. Dat is bijna niet te doen. Hoe ziet het Russisch buitenlands beleid er dan in de praktijk uit? Ik zou zeggen, het is redelijk pragmatisch. Anders dan veelal wordt gedacht en anders dan veelal wordt beweerd, geloof ik dat het Russisch buitenlands beleid
na de ondergang van de Sovjet-Unie redelijk pragmatisch is geweest. Het is geen door principes geschraagde buitenlandse politiek. Nee, het is vrij pragmatisch. De Russische president is een van de weinige wereldleiders die op de ene dag, laten we zeggen, een bezoek aflegt aan het Witte Huis, voor zover de Amerikaanse president hem nog wenst te ontvangen, maar de dag daarna een delegatie van Hamas ontvangt in het Kremlin. Er is ooit een Britse premier geweest die heeft de gevleugelde woorden uitgesproken: Engeland, Groot-Brittannië heeft geen eeuwige vijanden en geen eeuwige vrienden, alleen louter eeuwige belangen. Nou, dat zou Poetin hem zo, Palmerston, zo kunnen nazeggen. Rusland heeft geen vrienden, Rusland heeft geen vijanden, Rusland heeft alleen belangen. Welnu, als het om de belangen van Rusland gaat in de buitenlandse politiek, dan is geen enkel deel van die buitenwereld zo belangrijk voor het Kremlin als het nabije buitenland, zoals dat in het Russische discours wordt genoemd. De Russen zijn geneigd onderscheid te maken tussen het nabije buitenland en het echte buitenland. In dat echte buitenland wonen wij. Dat nabije buitenland, dat zijn in feite de voormalige republieken van de Sovjet-Unie. Minus de Baltische Staten wellicht. Die behoren tot de NAVO, die behoren tot de Europese Unie. Het enorme belang dat de Russen hechten aan controle, aan invloed buiten de eigen grenzen, in hun eigen nabije buitenland, in hun eigen invloedssfeer, bepaalt in grote mate waarom de Russen zo vasthoudend zijn geweest, Poetin met name, zo vasthoudend zijn geweest in dat conflict in Oekraïne. Waarom de Russen zonder enige gêne de Krim hebben geannexeerd. Waarom ze zonder enige gêne zich hebben overgegeven aan het voortdurende steunen van de opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Waarom ze zelfs eigenlijk zonder gêne en zelfs niet eens hebben willen toegeven dat ze er niet direct verantwoordelijk voor zijn. Daar is veel voor te zeggen, maar ze hebben toch een rol gespeeld. Ook in dat neerschieten van de MH17. Zelfs dat hebben de Russische leiders altijd zonder enige terughoudendheid verworpen. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dat zijn ze tot op zekere hoogte wel, omdat ze voortdurend in dat Oekraïense conflict betrokken zijn geweest. En de achterliggende gedachte is inderdaad dat de Russen moeilijk kunnen accepteren, en zeker de Russische leiders, dat de Oekraïne een zelfstandig, onafhankelijk land is. Het is eigenlijk niet veel meer dan een invloedssfeer van Rusland. Goed, als je dit allemaal op een rijtje zet, dan denk ik dat je over de binnenlandse en over de buitenlandse politiek toch wel een aantal hele opmerkelijke continuïteiten kunt zien. Continuïteiten tussen aan de ene kant de Sovjet-Unie en aan de ene kant het huidige Rusland. In de buitenlandse politiek en in de binnenlandse politiek. Het is nog steeds die hele zware staat die in feite een tamelijk machteloze samenleving domineert. Geen terroristische staat meer, zoals in de Stalin-tijd, maar wel een onderdrukkende paternalistische staat. Geen staat meer die per se bepaalt wat je mag lezen en wat je mag zien, die niet meer zegt wanneer je wel of niet naar het buitenland gaat, die niet meer bepaalt dat je alleen met je eigen collega's op vakantie mag, maar toch een staat die weigert de eigen bevolking een rol te laten spelen in het politieke bestel. De Russische machthebbers wantrouwen hun eigen bevolking. Dat is altijd zo geweest. Nou, in de buitenlandse politiek zie je ook een grote mate van continuïteit, zonder te willen suggereren dat de Koude Oorlog toen, laten we zeggen, onveranderd is overgegaan in een Koude Oorlog nu. Maar je ziet nog steeds dat hele grote land, dat ondanks zijn grootte, of misschien moeten we eigenlijk wel vaststellen, dankzij zijn grootte, zich voortdurend geïsoleerd ziet. Voortdurend het idee heeft dat het van alle kanten wordt bedreigd. Voortdurend het idee is dat het in oorlog is of in conflict met de buitenwereld. En dan vooral het Westen. Dank u wel.